scholen moeten leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Bovendien moeten scholen zich aan de wet bescherming persoonsgegevens houden. Job Vos vertelt over de drie thema's die spelen bij het regelen van privacy op uw school. Er zijn drie belangrijke thema's voor het regelen van privacy. Als allereerste moet je een privacybeleid hebben. Als tweede gaat het om het maken en uitvoeren van afspraken. En het derde thema is dat je duidelijk en transparant communiceert over privacy met leerlingen en ouders. Het eerste thema is het bepalen van het privacybeleid op school. Weet waar privacy over gaat. Weet wat er in die wet staat en weet wat er van jou als bestuurder verwacht wordt. Want van daaruit kan je aan de slag om het privacybeleid te maken en op te schrijven wat de rechten en de verplichtingen van de school zijn als die persoonsgegevens van leerlingen gebruikt. Dat kan je ook opnemen in een privacyreglement. In zo'n privacyreglement legt de school uit hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan en waar die voor mogen worden gebruikt. Ook kun je hierin opnemen hoe de school omgaat met foto's van leerlingen of sociale media. Afspraken hierover kunnen ook in aparte regels worden gezet, zoals in een social media protocol. Een dergelijk reglement of protocol kan op bestuursniveau worden gemaakt. En daarmee kan het worden gebruikt door alle scholen die onder het bestuur vallen. Bij Kennisnet zien we dat scholen toch wel worstelen om privacy goed te regelen. De ervaring bij Kennisnet is dan als je vooraf toch de tijd neemt om je beleid goed in te richten, je achteraf een hele hoop vragen, gedoe, misschien wel klachten of zelfs privacy-incidenten kunt voorkomen die zelfs breeduit uitgemeten kunnen worden in de pers. Het tweede thema is het maken en uitvoeren van afspraken. Dat begint al eigenlijk met je beveiliging van je gegevens. Als school kun je er al heel makkelijk zelf mee beginnen door bijvoorbeeld een goed wachtwoordbeleid in te stellen. En ook afspraken maken met leveranciers is een belangrijk onderdeel. Want die leveranciers die leerlinggegevens krijgen van de school, die moeten ook weten wat ze wel en niet met die gegevens mogen doen. En de school zelf die ook gegevens gebruikt, moet ook daar de toestemming van ouders voor hebben. Die toestemming kun je regelen, bijvoorbeeld bij de inschrijving van een leerling, maar dat kan ook op een later moment. Maar veel belangrijker is dat de school ook jaarlijks communiceert over hoe ze omgaan met foto's en video's. Want door sociale media wijzigt die toepassing ook steeds. Het derde thema is het goed en volledig informeren van de ouders over privacy. Dat kan ook door een stukje op te nemen in de schoolgids of op de website, bijvoorbeeld of in de nieuwsbrief. En daarnaast is het ook belangrijk dat leerlingen zelf verstandig omgaan met privacy. En dat kan door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan privacy tijdens de les. Als je die drie thema's op school geregeld hebt, dan heb je ook de privacy van je leerlingen gewaarborgd. Samengevat, nadenken over privacy scheelt later frustratie, tijd en romslomp. En met de juiste aandacht is het niet ingewikkeld of vervelend. Maak afspraken met de leveranciers die persoonsgegevens ontvangen. En communiceer duidelijk en open met ouders over privacy op school. Kennisnet heeft 10 stappen ontwikkeld om te zorgen dat bestuurders en scholen verantwoord met privacy en persoonsgegevens omgaan. Voor meer informatie zie www.kennisnet.nl.